Hoi, ga jij digitaal solliciteren en kan je wel wat hulp gebruiken? Dan heb ik 5 tips voor je. Tip nummer 1. Zorg ervoor dat je lens op ooghoogte zit. Dat doe je door 2 boeken onder je laptop te schuiven. Zo zorg je er namelijk voor dat jij tegen niemand op hoeft te kijken en dat er ook niemand op jou neerkijkt. Tip nummer 2. Nu we het toch over die lens hebben, is er eigenlijk ook nog iets anders wat heel erg belangrijk is om over na te denken. Zorg er namelijk voor dat je altijd in de lens blijft kijken. Dat voelt misschien een beetje raar, omdat het een lens is en je niet naar een persoon kijkt, maar dit is wel de beste manier om goed oogcontact te maken. Tip nummer 3. Laat het licht op je gezicht schijnen. Ga dus nooit met je rug naar het raam zitten. Zo kom je het beste over. Tip nummer 4. Ga op een plek zitten waar de achtergrond rustig is. Als je namelijk een hele rommelige achtergrond hebt, zorgt dit ervoor dat er aandacht wordt afgeleid van datgene wat het meest belangrijk is. Namelijk jij! Dus zorg ervoor dat je achtergrond altijd rust uitstraalt. En tip nummer 5. Denk ook bij je digitale sollicitatiegesprek aan je kleding. Overdressed hoeft niet, maar zorg er wel voor dat je er verzorgd uitziet. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze 5 tips en ik wens je het allerbeste met digitaal solliciteren. Doei doei!